Ik zal een stukje uit de Annales van Tacitus voorlezen, hoofdstuk 14, paragraaf 1 tot 14, 1 tot 12. En dit is uit het jaar 59. En in dit fragment vermoordt Nero zijn moeder. Mettertijd wilde Nero zich losmaken uit de beklemmende greep van zijn moeder. Hij liet haar uiteindelijk vermoorden in 59. Cluvius schrijft dat Agrippina in haar begeerte om haar macht te behouden zo ver gegaan is dat ze zich dan eens opgemaakt aan hem aanbood, breed tot incest midden op de dag, omdat Nero dan door wijn en eten wellustig begon te worden. En dat toen de mensen die om hem heen aanlagen al ongeremde omhelzingen en de voorboden van de schanddaad bemerkten. Seneca tegen de verlokkingen van een vrouw zijn toevlucht heeft genomen bij een andere vrouw en de vrijgelatene akte erop afgestuurd heeft om hem, bezorgd als ze tegelijkertijd was om het gevaar waarin ze zelf verkeerde en de schande voor Nero, te melden dat de incest algemeen bekend was, omdat zijn moeder zich erop beroemde en dat het leger geen gezag zou accepteren van een vorst die zich te grappel gooide. Fabius Rusticus vermeldt dat het verlangen hiernaar niet bij Agrippina, maar bij Nero lag, en dat het door de list van dezelfde vrijgelatene verijdeld is. Maar de lezing van Cluvius hebben ook de andere bronnen overgeleverd, en de algemene opinie ligt hier ook naar. Het zij Agrippina inderdaad het idee voor een zo afschuwelijke wandaad heeft opgevat, het zij het uitbroeden van zo'n ongehoord wellustig gedrag bij haar geloofwaardiger scheen, omdat ze in haar meisjesjaren zich al tot seksuele uitspattingen met Marcus Lepidus had laten verleiden in de hoop op macht, met gelijke begeerte zich verlaagd had tot Pallas Minsen, en doorkneed was in elke liederlijkheid in het huwelijk met haar oom. Een paragraaf 3. Dus begon Nero afzonderlijke bijeenkomsten met haar uit de weg te gaan en het toe te juichen als ze zich afzonderde in de parken of op haar landgoed in Tusculum of Antium, omdat ze dan van rust kon genieten. Maar uiteindelijk vond hij toch dat zij een te zware belasting voor hem vormde, waar ze zich ook bevond, en besloot hij haar te doden, waarbij hij zich nog slechts afvroeg of dat met vergif of het zwaard moest gebeuren of met een andere vorm van geweld. En in eerste instantie koos hij voor vergif, maar hij kon niet aan het toeval, maar het kon niet aan het toeval toeschreven worden als het onder de maaltijd van de vorst toegediend zou worden, omdat Britannicus ook al op zo'n manier aan zijn einde gekomen was. En het scheen moeilijk dienaars op de proef te stellen van een vrouw die door haar vertrouwdheid met misdaden op een hinderlaag was voorbereid. Bovendien had ze haar lichaam gewapend door tevoren tegengif te nemen. Op welke manier een gewelddadige dood verborgen gehouden kon worden, kon niemand bedenken. En hij was ook bang dat iemand die voor zo'n precaire opdracht aangezocht zou worden, zijn bevelen aan zijn laars zou lappen. De vrijgelatene Anicetus bood zijn diensten aan. Hij was bevelhebber van de vloot bij Mycenae en opvoeder van Nero toen die nog jong was. Door wederzijdse haatgevoelens stond hij op gespannen voet met Agrippina. Hij legde dat uit dat men een schip kon bouwen waarvan een gedeelte in volle zee door een truck kon loslaten, zodat zij zonder iets van opzet te merken overboord zou slaan. Niets was zo gevoelig voor toevalligheden als de zee. En als ze dan door. En als ze dan door zo'n schipbreuk omgekomen was, wie zou er dan zo onbillijk zijn dat hij aan een misdaad zou toeschrijven wat winden en stromen misdaan hadden? De vorst zou nog een tempel aan haar kunnen toewijden als ze overleden was en altaren en andere blijken van de kinderliefde. Paragraaf 4.
Hij koos voor deze lijst, daarbij geholpen door het tijdstip aangezien hij de Minerva-feesten te Baiae placht te bezoeken. Daar lokte hij zijn moeder naartoe, met nadruk verzekerend dat je grillen van ouders moest verdragen en dat je hun slechte humeur moest kalmeren. Zo hoopte hij dat het gerucht van een verzoening ingang zou vinden en Agrippina dat zou slikken met de al te gemakkelijke rooskleurige goedgelovigheid van een vrouw. Van hier kon hij Agrippina tegemoet naar de kust, want zij kwam van de kant van Antium, omhelsde haar en begeleidde haar naar Bauli. Dit is de naam van een landgoed dat gelegen tussen Kaap Minesum en de Golf van Baiae aan een zeearm ligt. Er lag tussen andere schepen een schip dat mooier versierd was, alsof dit ook ter ere van zijn moeder werd aangeboden. Zij was immers gewend om met een drieriemer te varen naar roeiers aangeboden. Met roeiers. Zij was immers gewend om met een drieriemer te varen met roeiers, gerecruiteerd uit soldaten ter zee. En toen is zij ter tafel genood om de nacht af te wachten, om de misdaad te verbergen. Het staat wel vast dat er een verrader is opgetreden en dat Agrippina, na het horen van dit nederlaag, onzeker of ze het moest geloven, per draagstoel naar Baia vervoerd is. Daar heeft vleierij haar vrees weggenomen. Zij is vriendelijk ontvangen en op een belangrijker plaats aan tafel gelegd dan Nero zelf. Deze onderhield zich in talrijke onderonsjes met haar, nu eens met een jongensachtige vertrouwelijkheid, dan weer ernstig, alsof hij haar een deelgenoot wilde maken van serieuze gedachten. Toen de maaltijd zo gerekt was, begeleidde hij haar toen zij wegging, waarbij hij haar inniger aankeek en zich aan haar borst drukte, hetzij om zijn geveins ten top te voeren, hetzij de laatste aanblik van zijn moeder die op het punt stond te sterven, zijn inborst, hoe liederlijk die ook was, deed aarzelen. Paragraaf 5. De goden zorgden voor een schitterende sterrennacht die, doordat de zee kalm was, als het ware het overtuigende bewijs leverde dat er misdaad in het spel was. En het schip waarop twee getrouwen Agrippina vergezelden, was nog niet ver gevorderd. Creperius Gallus stond vlak bij het roer en Acheronia leunde achterover boven haar benen terwijl ze op haar luggen lag en praatte vol vreugde over de spijtbetuiging van haar zoon en de teruggewonnen gunst van de moeder. Plotseling is toen op een gevaar gegeven teken het dak dat met lood verzwaard was ingestort en Creperius is bedolven en op slag gedood. Agrippina en Acheronia zijn beschermd door de opstaande leuningen van het bed die stevig genoeg bleken om de last het boot hoofd te bieden. Er volgde geen schipbreuk omdat alle opvarenden in verwarring raakten en de meesten zonder ergens van af te weten, ook degenen die wel in het complot zaten, voor de voeten liepen. Hierop besloten de roeiers naar één kant te gaan hangen en zo het schip tot zinken te brengen. Maar enerzijds was hun eigen daadkracht onvoldoende voor een dergelijk plotseling manoeuvre. Anderzijds boden de anderen door naar de andere kant te gaan hangen de mogelijkheid om rustiger in zee te glijden. Maar Acheronia werd, toen zij in haar onwetendheid begon te roepen dat zij Agrippina was en dat men de moeder van de vorst te hulp moest komen met scheepsbomen, roeiriemen en scheepstuig, zoals dat maar voor het grijpen lag, doodgeslagen. Agrippina wist stilletjes en zo dus te minder opvallend. Toch liep ze nog een schoudermond op, zwemmend en daarna, na het ontmoeten van vissersbootjes, varend het Lucrinusmeer en haar landgoed te bereiken. Toen zij daar bedacht dat zij daar met een bedriegelijke brief uitgenodigd was en met eerbetuigingen overladen, en dat het schip vlak onder de kust, zonder in de wind te liggen, zonder op de rotsen te zijn gelopen, van bovenaf ingestort was, als een stellage op het land, daarbij de moord op Acheronia overwegend en tegelijk haar eigen verwonding onder ogen ziende, begreep ze dat de enige verdediging tegen de hinderlaag hierin bestond.
te doen alsof ze die niet doorzag. En zij stuurde haar vrijgelatene Agermus om aan haar zoon te berichten dat ze dankzij de goedertierendheid van de goden en zijn geluk aan een ernstig ongeluk ontsnapt was. Dat zij hem vroeg om, ook al was hij is geschokt door het gevaar waarin zijn moeder verkeerd had, zijn behoefte om haar op te zoeken even uit te stellen. Dat zij voor het ogenblik behoefte had aan rust. En intussen vroeg ze, onbezorgdheid voorwendend, geneesmiddelen voor haar mond en compressen voor haar lichaam. Ze gaf wel opdracht om het testament van Acheronia op te zoeken en haar goederen te verzegelen. Dit alleen was zonder veinzerij. Paragraaf 7. Maar aan Nero, die in afwachting was van de boodschap, misdaad volbracht, werd bericht dat ze had weten te ontsnappen. Slechts gewond met een lichte kwetsuur, maar na toch wel zozeer in gevaar verkeerd te hebben, dat ze niet over de aanstichter hoefde te twijfelen. Toen raakte Nero buiten zinnen van angst en verzekerde dat ze elk moment op wraakbelust kon verschijnen, hetzij ze haar slaven zou bewapenen of het leger zou ophitsen, hetzij ze zich toegang zou verschaffen tot de senaat en volksvergadering om daar een boekje open te doen over de schipbreuk en haar verwondingen en het doden van haar vrienden. Wat voor hulp had hij daar tegenover, tenzij Brutus en Seneca? Die had hij terstond laten ontbieden, waarbij het onzeker is of zij hiervan ook tevoren op de hoogte waren. Derhalve hielden ze zich albei lange tijd stil, om niet te vergeefs af te raden ofwel meenden ze het dat het toch al zo ver gekomen was dat Nero moest sterven als men Agrippina niet voor was. Daarna is Seneca in zoverre vlotter geweest dat hij Brutus aankeek en vroeg of de moord aan een soldaat opgedragen kon worden. Hij antwoordde dat de keizerlijke lijfwacht verknocht was aan het hele keizerlijk huis en dat ze Germanicus indachtig geen wreedheid tegen zijn dochter zou durven ondernemen. Anekitus moest zijn beloften maar waarmaken. Deze eiste zonder aarzelen de voltooiing van de misdaad op. Op deze uitspraak riep Nero uit dat pas op die dag de macht aan hem opgegeven werd en dat de schenker van een zo grote gift nog wel een vrijgelatene was. Hij moest maar gauw gaan en de meest gehoorzamen meenemen. Zelf zette hij, toen hij gehoord had dat de bode Agermus aangekomen was, gezonden door Agrippina op eigen initiatief een misdaad zijnde op touw. Want terwijl Agermus zich van zijn opdracht kweet, wierp Nero een zwaard tussen zijn benen en beval daarop hem te arresteren en in de boeien te werpen om het verzinsel ingang te laten vinden dat zijn moeder de dood van de vorst beoogd had en uit schaamte over de ontdekking van deze misdaad de hand aan zichzelf had geslagen. Paragraaf 8. Intussen rende iedereen naar de kust zodra hij het nieuws dat verspreid was vernomen had over het gevaar waarin Agrippina verkeerd had, als zou het door een ongeluk zijn gekomen. Sommigen klommen op golfbrekers, anderen stapten in de dichtstbijliggende bootjes. Weer anderen liepen de zee in, zover als hun lichaamslengte dat toeliet. Enigen strekten hun handen voor zich uit, met jammerklachten, gebeden en roepen van mensen die van alles vroegen of onverstaanbare antwoorden gaven, werd de hele kust gevuld. Een geweldige menigte kwam met fakkels toestromen en zodra die vernomen had dat ze ongedeerd was, zette ze zich in beweging als om haar geluk te gaan wensen. Totdat ze door de aanblik van gewapende soldaten die een dreigende houding aannamen van hun stuk gebracht zijn. Anekitus stelde een bewaking op rond het landgoed, liet de deur openbreken en ruimde de slaven uit de weg die de doortocht versperden, om zo bij de deur van de slaapkamer te komen.
Daar stond nog een slechts handjevol, omdat de anderen door de schrik die de indringers aanjoeg, verjaagd waren. De slaapkamer was slechts schemer verlicht en er was nog maar één dienares aanwezig. Terwijl Agrippina steeds bezorgder werd omdat niemand van de kant van haar zoon arriveerde. Zelfs Agermos niet. De aanblik van een vreugdevol verloop zou toch wel anders zijn. Nu nam ze slechts eenzaamheid waar en onverwacht lawaai en voortekens van zeer groot onheil. Toen hierna ook de dienares wegliep, zei ze: "Laat ook jij mij nu in de steek," merkte ze toen Anekitus op. Vergezeld van de triarch Herculius en de centurio Terzee Baritus en reageerde met: "Hij moest maar melden dat ze weer opgeknapt was als hij gekomen was om haar op te zoeken. Maar als hij van plan was een misdaad te begaan, geloofde ze niets van haar zoon. Hij had geen moedermoord bevolen. De moordenaars kwamen om het liggebed heen staan. En als eerste heeft de triarch haar hoofd met een knuppel getroffen. Toen de centurio zijn zwaard trok om haar te doden, stak zij haar buik naar voren en riep uit: "Steek in mijn buik, ventrem feri." En met veel verwondingen is zij gedood. Samenvatting van paragraaf 9, 10, 11 en 12. Nog diezelfde nacht werd Agrippina begraven. Haar vrijgelatene Mnester doorstak zichzelf met zijn zwaard. Nero's vrienden kwamen hem geluk wensen dat hij aan de intriges van zijn moeder was ontsnapt. Maar de keizer huilde bittere tranen. De Senaat beschuldigt hij, met behulp van Seneca, haar postuum van complotten tegen het imperium en beweert ze dat ze was omgekomen voor het heil van de staat. Men besluit zelfs de Minerva-feesten te vieren met uitgebreide feesten als herinnering aan het verijdelde complot. De geboortedag van Agrippina werd zelfs aangemerkt als een van de ongeluksdagen. Iedereen betuigt Nero hulde en Iedereen betuigt Nero hulde en feliciteert hem met het overwinnen van het onheil. Maar Thrasea Paetus, die gewend was om vroegere uitingen van vleierij zwijgend of hoogstens met een kort knikje te laten passeren, is toen de Senaat uitgelopen en bracht zichzelf daarmee in gevaar, zonder de anderen het begin van vrijheid te bieden. Ook de goden toonden hun ongenoegen aan de hand van wondertekens. Ook zijn er talrijke voortingen voorgevallen, maar zonder gevolg. Een vrouw beviel van een slang. Een andere is tijdens het vrijen met haar man door de bliksem gedood. Voorts vond er plotseling een zonsverduistering plaats en de 14 districten van de stad zijn door de bliksem getroffen.